Nou, toch een mooie auto zo meteen. Oh. Daar zit ik dan weer in de auto. Het is nu net 2:54 in de middag. Ik ben ongeveer een half uurtje bezig geweest met vragen beantwoorden. Ben je trots op mij? En waarom ben jij trots op mij? Vertel. Waarom zou ik niet trots op jou zijn? In het algemeen. Weet ik niet. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 15 juni 2023 en het is alweer 6:50 in de ochtend. Ja, zeg het goed, 15? Nee, ik heb 6:40. 6:40, zo. Nog langer wachten. Ja, nou, lekker toch? Het is toch lekker? Langer wachten, tuurlijk. Tuurlijk wel, dat is heerlijk. En het zonnetje schijnt? Moest kijken heel ver de winkelcentrum in. Lekker, lekker, lekker. Kijk, het zonnetje schijnt. Lekker naar binnen. Dus dat, ja. Dus ja, wij gaan er weer een leuke dag van maken. En we gaan er een leuke dag van maken en we nemen jullie gezellig mee. Heb jij of ken jij iemand die nog geen bijbaan of gewoon een baan hebt en jij wil gaan werken bij een supermarkt? Ik zou zeggen, kom dan naar de Jumbo, want ze hebben hier genoeg vacatures. Ja, kijk, ze hebben hier sowieso hulpkracht bijbanen, collega kassa, collega foodcafé, ja, de visspecialist. Collega DKW vacature. Een open sollicitatie kun je ook nog doen. Hebben ze een collega keuken. Verkoopspecialist AVG. Ja. En dan hebben we nog de slager. Dus ik zou zeggen, pak er een en doe een sollicitatie. Als jij erop wil, dan mag dat bij deze. Halleluja. Kijk eens. Hallo. 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 Dus, goedemorgen jongens. Ja, we zijn er weer, zoals jullie weten. Gaan we weer even naar onze welbekende bak. De guys hier achter mij, die vonden het leuk om even mij te gaan volgen. 4 stuks. Dank jullie wel. Bij deze, voor jullie support. Ja, ook dankzij jullie wat gewoon groot. Ja. Dus ja, eens even kijken wat er allemaal is. Oeh, garnalen, maar 6,50 vind ik ben. Maar, nee, dat vind ik een beetje duur. Maar oké, maakt helemaal niet uit. We gaan eens even kijken wat er allemaal in zit. Ja, top. Zit alles nou weer, jongens? Really? Oh, dit is toch niet handig? Broodjes, schat. Broodjes voor jou. Broodjes. Kijk hier, een euro. Ja, daar en hier zit inderdaad meer in, ja, dat klopt. Nou, dit is alles, dus even kijken. Deze neem ik mee, ja. Voor de kleine bolletjes die ik heb gekocht gisteren. Puntjes, bolletjes. Ja, ik heb gisteren, en dat ligt nog in de auto, heb ik van die hele kleine inimini bolletjes gekocht. Ja, dat is fijn. Dus ja. Ze hebben nog geen... Nog niet eens.
wachten. Ik wou die roomboter hebben, maar die hebben ze nog niet. Wat? Huh? Ja, bouquetta. Pizza. Ja, maar hier zit salami op en dat mag ik al niet hebben. Daar krijg ik het maagzuur van. Van deze dingen. Maar oké, maar ja. Het is zo, het is niet alles. Hier. Twee. Ja, twee vier. Hee, wat is dit nou weer? Ga ik ook niet eten? Nee. En dat vind ik ook veel te duur. Hè? Huh? Ja, ik versta je niet, schat. Ik dacht even fuchsia, maar er zit focaccia. Oké, okay. Check. Ja, en ik begin ook steeds beter hierin te worden, zeg maar, met deze. Kijk. Ja, gewoon dat zo. Hi! Stel je eens even voor. Hallo, ik ben Mees. Ik ben hier in de Jumbo. Ik heb niet geslapen. Kijk, dit is mijn go-to. Ja. Kijk hoe mooi gespiegeld het is. Zo, oh, oh. Oh, daar nou. Zo, nou. Dus nu mooi gespiegeld. Ik heb nog steeds geen geld. Dus elke donatie die zou mij helpen. Wanneer nu je geld. En waar zijn je vrienden dan? Hallo, jongens. Je matties. Op de vlog. Voor het geld. Nou, voor het geld. Voor het geld. Als ik voor mijn kont werk, wat krijg ik dan? Hoeveel krijg je nog tafels? Nee, zoveel abonnees heb ik nog niet, guys. Mocht niet. Nou, en wie ben je en wat doe je? Ik ben Joran Dans, maar ik ben astronaut. Astronaut? Ja, okay. In opleiding. Ik heb nog steeds geen geld. En jij? Ik ben Jay Martina en ik ben ook astronaut. En hebben jullie ook allemaal Insta? Insta? Ja. Wel TikTok. Nou. Future Millionaires. Ja, Future Millionaires, zoals TikTok. Dat is ons TikTok account. 1400 volgers, dus we gaan... Abonneer nu, zodat ik dit kan kopen. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Nou, eet smakelijk, jongens. Dankjewel. Graag gedaan. Dus, ik moet dat andere nog even hebben. Dan heb ik er sowieso twee. Nou, dat waren dus de jongens al drie van de vier. En ik moet deze nog even hebben. Dan heb ik er sowieso twee mee. Heb ik er sowieso twee mee. Ja, op de zaak. Twee. Want ik ga deze niet kopen vanzelf, hè? Dat is een aanbieding. Nee, grappenmaker. Van 11 euro voor 6 euro. Ja, nou, grappenmaker. Bijna 99 cent. Ja, nou, denk het niet, denk. Ik heb er bijna eens gelezen, denk ik. Ja, precies dat. Hetzelfde. Ja, maar je moet echt weer wat harder praten. Ja, harder praten. Ja, of je worstlust. Worst, lekker. Broodworst. Yummy. Ja, dat dacht ik al. Van de Gema. Nee. Dus, ach ja, wij gaan naar de kassa en jullie zien het later wel weer. Want ik ga sowieso nog eens straks weer even slapen. En Ro ook. Dus, komt goed. Want dit is sushi. Lig jij lekker hier, schat? Lig jij lekker, schatje? Is je lekker, hè? Lekker buiten, kwispel. Ouwe tuthola. Lig jij lekker dan? Lady. Lig jij lekker, schat? Hé. Hey. Oeh, moet je uittrekken.
Oeh, grapje. Ga je ook lekker naar Lady toe? Helemaal goed, schat. Je zit lekker hier, hè, achter, hè, schat. Is warm, hè? Hi! Puppy. Lekker, hè? Dit is lekker, hè? Hi. Hi. De kop nat toch een mooie auto zo meteen? Oh. Kijk eens aan. Wat zeg ik? Ik ben op plaats van bestemming. Ja, echt wel. Ik zal jullie even zo beter neerzetten. Ik ga eerst wat eten. Ik ben dus nu dus in Nieuwegein. Oh, lekker water. En voor mijn test, zeg maar, die ik moet afleggen. En ik ga een broodje eten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Het is nu al net 2 uur en ik heb om 2:30 een afspraak. Dus... Ja. Moet dat allemaal zo? Terwijl ik aan het praten ben. Dus ja, daar is ik al. Ik ben nu bij Innovam. Geen idee. Innovam, ja. Dus daar is ik al. Ik ga eerst even een broodje eten, want ik heb echt mega trek. Yummy. Ja. Ja, dat zeg ik. Lekker even. Gewoon een broodje. Wat kan dat lekker wezen, hè? Echt wel. Yummy. Motor uit. Van 2:30 tot... 4:30. Mijn god. Ja. Wat zeg ik? We gaan het zien. Ik ben hier sowieso nog even bezig. Het is namelijk een geschiktheidstest. Dat is dus waarschijnlijk een soort van IQ-test. Ik ga het wel merken, echt. Ja. Ik ga even lekker opbergen en dan horen jullie wel van zometeen van mij of ik geslaagd ben of niet. Want dat is nog de grote vraag. Ja, maakt niet uit. Komt goed. Daar zit ik dan weer in de auto. Het is nu net 3:04 in de middag. Ik ben ongeveer een 30 minuten bezig geweest met vragen beantwoorden. Ik heb het gevoel dat ik niet ben geslaagd voor mijn geschiktheidstest. Gevoel, maar over een kwartier krijg ik dus mijn dingen in mijn mail of ik geslaagd ben of niet. Maar ik heb een hard hoofd erin, want het was ja niet relatief moeilijk, zeg maar. Een kind kan de was doen, maar ik heb gewoon heel veel moeite met lezen, zeg maar. Met begrijpend lezen, dus... Ach ja, we gaan het zien. Het is nu nog weer 47 minuten naar huis. Dus ik ga nu lekker naar huis rijden. En ik ga Ro bellen of hij ook even mijn mail in de gaten wil houden. Dus dat. En dan horen jullie wel of ik ben geslaagd of niet. Nee, is irritant dit. Wachten. Is niet leuk. Maar oké, hoort er eenmaal bij. Dus ik ga niet klagen. Ik ga lekker naar huis rijden. En daar zijn we dan weer. Ja, helemaal geweldig aan de top. Dat zeg ik. Eens even kijken en weer mijn app pakken. Altijd. Altijd als ik hier ben.
bij mijn grote vriend. En weer even stoppen met tanken. Ja, die alvast even openen. Gewoon eventjes aftekenen voor straks Den Helder. Helemaal goud. Ik heb hem aan. Ik heb aftanken. Ah. Ik weet niet eens hoeveel geld ik nou erin heb, maar komt wel goed. Ik ga eens even. Nou ja, komt soms wel goed. De. Weet je wat ik even ga doen? Ik zet jullie even hier neer. Zo. Ja. Zo. Dat is leuker. Korting. Helemaal goud. 22% korting, jongens. Ja, ja. Zo. Dus dat. Zo, ik ben in de action. Zijn we met de rol. Alleen Rodi loopt weer partij achter, zoals altijd. Maar oké, maakt niet uit. Ik moet sowieso weer een zwarte kabeltje hebben. Ja. Dus dat ga ik weer even halen, maar dan een USB-C. Eens even kijken, een USB-C, een USB-C met een USB. Kijk, dat is 1,5 meter. En dit is 3 meter, wel en wel weer een mooi shorte. Dus deze moet ik hebben. Top. Kijk, en daar hebben we ook. Kijk, schat, ik heb hem. Dat is een zwarte. Ja, dat is fijn met je. Dat is goed. Zo, top. Dus. En we gaan er eens even kijken wat we allemaal. Heb jij nog wat nodig? By the way? Ja, wat? Wat heb jij nodig dan? 100 euro. 100 euro, ja, oké. Okay. Ja, geen idee. Maar 100 euro van jou lenen. Maar geef maar 50, dan krijg ik nog 50 van jou en jij nog 50 van mij, dan staan we kiet. Ja, bijna wel. Ja, ja. Nou. Ergens klopt iets niet. Hè? Ergens klopt iets niet. Nee, precies dat. Precies dat. Dus, mijn god. Maar jullie krijgen zo meteen even de uitslag te weten. Dat ga ik nou nog niet zeggen. Jullie krijgen... Hou eens even je mond even. Laat mij... Ik heb haar houten, ja? Ja, precies. Hou je bek. Dus, nee, maar dat zeg ik. Jullie krijgen zo meteen de uitslag te weten. Ik weet het al. Rodi weet het al. Ik heb ook uitslag. Jeukt die uitslag, zeg maar. Ja, hij wil even grappig doen. Ja, mijn uitslag jeukt. Hé, houten knijpers weer, schat. Dat is heel lang geleden. Ze zijn niet milieuvriendelijk. Die worden van bomen gemaakt. En plastic zou je wel zeggen dat die... Ja, dat is milieuvriendelijker. Dat is een restproduct van de benzine. Ja, ja. Nou, denk het niet. Echt niet. Ja, van plastic, als je dat gaat vermalen, verhitten met water gaat mengen, dan kan je weer grondstof maken. Van die grondstof kan je weer ruwe olie maken. Dat kan je in het raffinadeproces kan je weer een auto plaatsen. Oké, okay, wat ik niet begrijp. En er is wasknijpers, 20 stuks, kunststof voor 99 cent, 20 stuks. Eentje van 24 stuks voor 70 cent. Eentje van 18 stuks, 99 cent. En eentje van 40 stuks, 99 cent. Ja. Kom daar maar eens wijs uit. Die zijn van hout, deze hebben kunststof. Deze en deze is het goedkoopste. Die zijn diverse kleuren. Ja, dan hebben we die. Blauw-grijs. Dan hebben we die. Ja, dat is iets anders. En dan hebben we die. De houten. Ja, nou ja, wauw. Serieus? Ja, serieus. Dat nog deze. Ja, met. Ja, met hoeveel wasknijpers? 50 stuks. 50 stuks. Diverse kleuren, wit en groen. Helemaal groen, blauw. Blauw, man? Nee. Wel waar? Mijn pa heeft ook een blauwe, een groene auto. Is ook blauw, hè? Maar dat is gewoon groen. Oh, ja. Jij, joh, hé, mond, jij. Het is gewoon groen. Ja, het is goed met je. Is fijn, dat is helemaal fijn voor je. Dat het groen is. Ja. Helemaal top. Ja, helemaal. Ja. Maar dan zeg ik, jullie krijgen straks de uitslag als we weer thuis zijn. Ja. En op de kijkers staan. Ja. En daar zijn we weer. Wat zei jij nou, schat, tegen mij? Wat zei jij nou?
Even iets harder praten. Waarom is dat omkapallen daar? Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Dat maar. Oh, ja. Ja. Ja, dat weet ik niet. Lekker boeiend. Hoi. Ja, als je op die manier gaat doen, hè, dan kom je er juist op, hè? Dat weet je van mij. Ja, dat is heel fijn. I love you too. Ja, is toch handig? Regel ik het zo wel. Gaat dat in de bak, schat? Oeh, gaat dat in de bak? Dit is Engels. Schat, hallo. Hallo, Engels. Ik vraag wat, maar hij spreekt Engels. Ja, maar... Ja, wat? Vraag het dan even in het Engels. Dat moet ik denken. Of dat in de bak gaat. Is het zo in de bak? Does it go in the discount? Yes. Yes? Or not? No, it doesn't. Oké, jammer. Ja, ik ken gewoon niet Engels, sorry. Ken jij niet Engels? Nee, en Engels kent mij niet. Nee, precies dat. Vraag ik wat? Nou ja, jullie hebben het nou gezien hoe het gaat dus met Rob en mij. Als ik iets vraag, ja, nee. Nou, zo heel weinig hoor. Zo heel weinig. Zo heel weinig. Allemaal voor een euro. Nou, joepie de poppie zeg, nee. En daar word je vrolijk van dit. Nou, joepie de poppie. Hè? Is niet handig, hè? Ja, dat klopt. En... ja. Vegetarische spitskool. Ja, dat is handig, toch? Bah. Ja, dat is fijn. Heb je ook niet vegetarische spitskool? Geen idee. Dus, nou. Ik wilde graag de vegetarische kaas. Is die al? Weet ik niet. Moet je vragen. Maar mevrouw, alle kaas is vegetarisch. Dat is fijn. Nee, ik wil graag de vegetarische kaas. Ja, dat is mooi. Ik bedoel zeker de vegetarische kraskaas. Ja, dat is prima. Helemaal goud met jou. Prima. Ja. Doe maar dan. Als jij dat wil, moet je dat lekker doen. De vegetarische kaas. Nee, ik niet. Ik hoef helemaal niks van hier. Nee, dat zeg ik. Kijk. Zelfs dit is er niet. Nee, ik vind... nee, dat hoef ik niet, sorry. Het is ook een rauwkost, hè? Ja, rauwkost en salade, ik vind alles prima, schat. Please. Ja, dat weet ik. Dus. Dus, fiets is geen bus. Nee, precies dat. We zijn weer thuis, ja. En Rood is bezig, hè, schat? Ja. Ja. Ben je trots op mij? Ik denk het wel. En waarom ben jij trots op mij? Vertel. Waarom zou ik niet trots op jou zijn? In het algemeen. Weet ik niet. Oh. Maar vertel, waarom ben jij trots op mij? Nou, het is nu een bijzonder moment. Want? Bijzonder. Nou, het moment is niet meer bijzonder. Het was een bijzonder moment toen jij mij belde. Ja. Dat je een e-mail kreeg. Ja. Ja, omdat ik een e-mail kreeg, ja. Ja, ik kreeg een e-mail. Echt niet. Zo was er iets. Toen was er iets. Ja. Toen was ineens een e-mail. Ja. Met voldoende. Voor wat? Maar het zou ook onvoldoende kunnen staan, maar dat stond er niet. Dat ontbrak aan het bericht. Ja. Dus dat was wel goed nieuws. En waarom heb ik een voldoende? Je bent gewoon voldoende. Ja, maar voor wat heb ik een voldoende? Voor een kennistoets volgens mij. Ik weet misschien wel. Een geschiktheidstoets. Van Ipki. Ja, een WKRM weet ik het, hoe dat heet. WKRM. Maar... ja, daar was ik toch, daar werd ik dus trots op, zeg maar. En, dat paste toch. En waarom moest ik die test doen? Omdat je die graag wilde doen. Omdat jouw diploma blijkbaar niet goed genoeg was. Ja. Dan zat het origineel niet van je diploma. Dus moest je het origineel van je diploma overleggen. Nou, nergens te vinden. Alleen een kopie nog. En ja, dan moet je die test doen. Ja. Vandaar. En maar waarom was deze test? Omdat je het leuk vond. Ja, maar wat ik bedoel, schat, waarom moest ik deze test dus doen voor welke opleiding? Voor een opleiding rijinstructeur, Triese, Tricks. Ja, dus ik ben dus inderdaad, ja, inderdaad helemaal geslaagd voor mijn geschiktheidstoets. Jij bent geschikt om te slagen. Ja, precies dat. En de dames liggen ook lekker op balkon. Lekker, meisje.
Nee. Hi. Nou, en daar staan weer de twee bolides, ja. En er komt ook nog iemand aangelopen. Dat is ook leuk. Hi. Hi, kinders. Gaan jullie een beetje lief doen? Bellen. Tot zondag, schatjes. Doei, schat. Veel plezier. Doei, doei. Het is alweer het einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, abonneren en even reageren. Dat zou ik onwijs tof vinden. En dan zeg ik, dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.